Ja, Alexander en Robert, gefeliciteerd. Een prijs, maar is het een prijs bij jullie al wel gehoopt? Nee, natuurlijk niet. Nee. We kwamen hier voor één ding en dat was de titel. Dus dat hebben we in de halve finale laten liggen. Jammer. Ja, en hoe is het dan om toch brons te halen? Nou, ik kan dit keer nog niet even zeggen dat ik er blij mee ben. Dus, en ik denk ook niet dat dat gaat komen. Want, ons doel is heel duidelijk hier en we houden hier niks minder. Dus ja, is jammer. Ja, wel een goede wedstrijd gespeeld tegen tegenstander die het ook veel beter deed dan de vorige keer. Want jullie hebben al een keer tegen ze gespeeld op dit toernooi. Ja, dat klopt. Ja, weet je, op een gegeven moment in zo'n eindfase gaat er ook om wie wil er gewoon harder winnen. Ja, wij waren gewoon leeg na die halve finale. Dus we laten die jongens ook veel meer spelen dan dat we gisteren deden. Maar ook goed voor de jongens. Ja, nou, laten we dan nog heel even terug naar die halve finale. Wat ging daar dan mis? Ja, schat, wat Alex al zegt over wil om te winnen. Ik denk dat dat wel... ja, de jongens die we stonden daar niet voor heel anders in het veld dan wij. Ik denk dat zij veel harder verstreden dan wat wij deden. Maar wel een terechte derde plek? Of had u gezegd van nou, zij hadden hem eigenlijk net zo goed kunnen winnen? Nou ja, het is Brouwer Meeuwis onwaardig om dan om brons deze wedstrijd niet te winnen. Maar ja, dat was het ook al om die halve finale te verliezen. En ook dat, hè, dat is ook echt complimenten naar Dirk en Steven, Boulé van de Velde. Die hebben gewoon hard gewerkt, moeilijk seizoen ook gehad, mochten weinig internationaal spelen. En die hebben een paar grote momenten dit seizoen waarvan dit één is. En dat ze dan die kans nu grijpen, heb ik groot respect voor. Ja, ik weet dat jullie het niet zo voelen, maar toch gefeliciteerd met deze derde plek. Dankjewel.